De mannenpil. Al sinds de jaren 60 wordt hij onderzocht in de vorm van injecties, hormoonimplantaten en anticonceptiegel. In de jaren 80 werd aangekondigd dat de anticonceptiepil voor mannen er binnen 10 jaar zou zijn. En ook in de jaren die volgden werd de mannenpil steeds opnieuw aangekondigd. A male contraceptive could be available soon. A new birth control for men might soon be a reality. First male birth control pill. Scientists say it is designed to... Toch is hij er nog niet. Hoe kan dat? Vaak wordt er gesproken over een mannenpil, maar er zijn in theorie eigenlijk verschillende manieren om het bevruchtend vermogen van de man tijdelijk stil te leggen. Grofweg kan je dit onderverdelen in 3 categorieën. De zaadcelproductie platleggen, het transport van zaadcellen tijdelijk blokkeren of de werking van de zaadcel tijdelijk aanpassen, waardoor hij een eicel niet meer kan bereiken en ook niet kan bevruchten. Ik ben Marij Denkelman-Smit, uroloog-androloog en hier in de werkplaats laat ik je zien waarom dé anticonceptie voor de man zo lang op zich laat wachten. Het meeste onderzoek is gedaan naar de aanmaak van zaadcellen ernstig remmen of blokkeren door de testosteronproductie te beïnvloeden. Het idee is als volgt. Normaal produceert een man zaadcellen in de ballen en die groeien daar in een soort buisjes, eigenlijk zoals deze. Die hebben onder andere testosteron nodig, het mannelijk geslachtshormoon, om te kunnen groeien. Testosteron wordt ook geproduceerd in de ballen, in cellen die tussen de buisjes liggen, waardoor er veel testosteron voor de zaadcelproductie beschikbaar is. Grappig genoeg kunnen we dit proces juist platleggen door juist extra testosteron toe te dienen. Hoe werkt dat? Het testosteron dat gemaakt wordt in je ballen, wordt ook aan de bloedbaan afgegeven. Een gebied onderin jouw hersenen, de hypofyse, detecteert constant hoeveel testosteron er in je bloedbaan zit. En afhankelijk daarvan produceert de hypofyse hormonen die de cellen in de ballen stimuleren om testosteron te maken. Als je testosteron van buitenaf toedient, komt het vooral in je bloedbaan terecht. Het gaat niet naar je ballen. Maar de hypofyse pikt dan wel het signaal op, genoeg testosteron. Hierdoor neemt de natuurlijke testosteronproductie in de zaadballen af, waardoor de zaadcelproductie op termijn instort. En je dus tijdelijk onvruchtbaar kan worden. Een testosteronpil die je zaadproductie plat zou leggen. Want dat is het equivalent van een vrouwenpil, toch? Dat is ook een hormoonpil volgens mij, dus ik zou daar niet principieel tegen zijn of zo. Het ligt aan hoe erg de bijwerkingen zouden zijn. Ja, je wilt natuurlijk niet dat het je gedrag... beïnvloed. Testosteron laat zich niet goed toedienen in pilvorm. Vanaf de jaren 90 werden daarom diverse studies uitgevoerd met een relatief hoge dosis testosteron door middel van wekelijkse injecties. Natuurlijk geen pretje om jezelf elke week een injectie toe te dienen. Dat maakt ook dat het niet heel makkelijk is om dit soort anticonceptie vol te houden. En niet bij alle mannen werd de zaadcelproductie voldoende onderdrukt om zwangerschappen te voorkomen. Studies vanaf 2000 onderzochten daarom andere toedieningsvormen, zoals implantaten, waarbij een implantaatje in je lichaam wordt geplaatst dat langzaam testosteron afgeeft. Daarbij keken ze ook naar andere vormen van testosteron en werden combinaties van hormonen onderzocht waarmee je de testosteronproductie en de zaadcelproductie kunt onderdrukken. Dat leek goed te werken, maar sommige studies werden toch voortijdig gestaakt in verband met bijwerkingen, bijvoorbeeld op de stemming van mannen. En de lange termijn effecten voor gewicht, bot, hart- en bloedvatengezondheid bleven onduidelijk. Sinds 2018 is er een internationale studie naar een testosteron- en progesteron-anticonceptie in gelvorm bezig. Ja, die smeer je over je hele lichaam? Of? De gel smeert de man op zijn schouders, waar het door de huid wordt opgenomen en verspreid wordt via de bloedbaan. Het effect van de hormonenmix gel op de zaadcelproductie en de zwangerschapskans wordt onderzocht. En de studieresultaten worden verwacht in 2023 of 2024. Dan zou je ook nog kunnen focussen op het transport van de zaadcellen. Die leggen bij een zaadlozing een route af vanuit de zaadballen naar de bijballen, via de zaadleiders, langs de prostaat en de zaadblaasjes, waar het meeste spermavocht geproduceerd wordt, om uiteindelijk als spermavocht met zaadcellen naar buiten te komen. Condooms en een sterilisatie zijn de huidige beschikbare vormen van anticonceptie voor mannen. Hoe condooms voorkomen dat de zaadcel de eicel in het lichaam van de vrouw bereikt, spreekt voor zich. Bij een sterilisatie knip je de route van het transport van de zaadcellen door, waardoor je deze blokkeert. Een hele effectieve manier van anticonceptie, maar niet altijd omkeerbaar. Wetenschappers bedachten daarom ook een injectie waarmee ze de zaadleider tijdelijk probeerden te blokkeren.
Als je weer vruchtbaar wilt zijn, dan zou je de blokkade met een tweede injectie weer kunnen oplossen. Dit klinkt medisch gezien natuurlijk prachtig. Voor de patiënt misschien wat minder leuk. En helaas is de omkeerbaarheid in mensen nog helemaal niet aangetoond. Waardoor het nu nog geen goede anticonceptiebehandeling is en misschien ook wel nooit gaat worden. Tot slot zoeken onderzoekers naar methoden om de eigenschappen van de zaadcel zo te beïnvloeden dat het hem tijdelijk niet lukt om een eicel te bevruchten. Bij deze meer innovatieve manieren van anticonceptieontwikkeling wordt bijvoorbeeld geprobeerd om medicijnen te ontwikkelen die ingrijpen op bijvoorbeeld de bewegelijkheid van de zaadcel. Een zaadcel die niet goed beweegt, kan het eitje niet bereiken en kan de eicel niet bevruchten. Al deze vormen van anticonceptie voor de man hebben ofwel de eindstreep niet gehaald omdat ze niet goed werkten, te veel bijwerkingen hadden of niet omkeerbaar waren, of ze zijn gelukkig nog volop in ontwikkeling. Al met al zal het nog zeker 5 tot 10 jaar duren voordat een man zijn anticonceptie op kan halen bij de apotheek op de hoek. En tot die tijd, wees met een condoom voorbereid. Mijn naam is Erika en ik onderzoek consumentengedrag. In de volgende aflevering vertel ik je hoe het eten dat we niet opeten zorgt voor 10% van de broeikasgassen.